De eerste zondag van oktober is traditioneel Open Bedrijvendag. Op 300 verschillende locaties konden mensen een blik werpen achter de schermen van een groot of klein bedrijf. En meer dan 600.000 mensen hebben dat gedaan. Ook koning Filip ging met zijn dochter Elisabeth en met zijn zoon Emmanuel op bedrijfsbezoek. Ze gingen naar Noordzee Drones in Zeebrugge. Een bedrijf dat professionele opleidingen geeft om de drones, kleine onbemande vliegtuigjes, te leren besturen. De koning en zijn kinderen probeerden het met veel plezier zelf uit. Ook de koninklijke familie neemt deel aan de Open Bedrijvendag. Koning Filip bezocht samen met zijn kinderen, kroonprinses Elisabeth en prins Emmanuel, het bedrijf Noordzee Drone in Zeebrugge. Ze kregen eerst een uitgebreide demonstratie van de werking van de drones en mochten daarna zelf even proberen. En vooral prins Emmanuel genoot daar zichtbaar van. Meer dan 300 bedrijven openen vandaag de deuren voor Open Bedrijvendag. En zo ook Noordzee Drones in Zeebrugge. Je kan hier leren vliegen met een drone. En dat zien koning Filip, prinses Elisabeth en prins Emmanuel wel zitten. Zij maken er vandaag een echte familieuitstap van. Een mooi zondagstafereel. Papa met twee van de vier kinderen op stap. Met één doel, leren vliegen met een drone. Heel zachtjes, heel zachtjes. Dus we hadden eigenlijk een voorbereiding met de simulator, waar je eigenlijk eerst een beetje probeert om te zien of het lukt. Doe maar hoor, je bent goed bezig. Ja. Yes, zeer goed. Hey, lichte piloot, hè? Op het moment dat zij in de drone cage zaten met de instructeur, heeft de instructeur onmiddellijk losgelaten en daar hebben zij eigenlijk volledig zelf gevlogen. Ze hebben dus talent. Ja, ze hebben absoluut talent, zeker weten. Goeie punten dus voor prins Emmanuel. Nu is het aan prinses Elisabeth en zij stuurt haar drone recht op mij af. Maar gelukkig heeft ze de drone onder controle. Na de praktijkles krijgen de royals uitleg over het dagdagelijkse gebruik van de drones. Dit is echt het beste toestel, het meest professionele toestel dat je kan hebben. Dit is de Alta. Dit is het eerste toestel in België. Dit is een bedrijf uit België. En zij vliegen en zij doen eigenlijk heel veel camerawerk voor grote bedrijven. Dit is eigenlijk een ambulance die vertrekt vanuit het ziekenhuis en die heeft een AED om een hartmassage te geven. Dat is innovatie, hè? Ja, absoluut. Dat is innovatie. Dat zijn dus mensen die zeggen, voilà, dat zijn drones. Wat kunnen we ermee doen? Hoe kunnen de mensen helpen? Positief, hè? Hoe kunnen we nieuwe bedrijven creëren? Ja, absoluut. En dat is innovatie. Dat is iemand van ons land die dat doet. Ja. De Belgische sector is zeer groot op vlak van drones. Buiten naast de loods volgt het echte werk voor onze koning. Filip, zelf F-16 en helikopterpiloot, maakt zich klaar om te vliegen. Ik gaf hem een briefing over de checks, zoals eigenlijk een, dat heet een pre-flight briefing. Zo doe je dat ook met de piloten. En daar merkte je onmiddellijk dat de koning zelf piloot is. Hij wist onmiddellijk als over de meteorologische voorspellingen bezig waren wat we moesten doen. Op het moment dat een instructeur bij hem kwam, was hij ook onmiddellijk in de vlucht. En we hebben eigenlijk onmiddellijk losgelaten. We hebben eigenlijk alle controle aan de koning gegeven. De vlucht die de koning gedaan heeft, was geen evidente vlucht. Er stond toch een goede 4 tot 5 bevoren wind. En ja, jullie hebben het waarschijnlijk zelf gezien, maar het toestel is niet gecrashed, integendeel. Hij heeft een zeer mooie vlucht gedaan. Als herinnering aan hun bezoek krijgen Emmanuel en Elisabeth nog elk een kleine drone mee naar huis.